Het laatste kampioenschap van PSV. Veel te lang geleden alweer. 7 jaar heeft het geduurd. Maar nu, na de overwinning op Twente en het puntverlies van Ajax, kan het toch niet meer misgaan. Dat hebben PSV en de gemeente inmiddels ook door. Vandaag werd achter gesloten deuren gesproken over wat er allemaal moet gebeuren om het kampioensfeest soepel te laten verlopen. 1 ding is zeker, het zal niet dit weekend al zijn. PSV kan wel kampioen worden, maar ook dan is het feest pas in het weekend van 18 april. Op die dag is de wedstrijd tegen Heerenveen. Een dag later, zondag 19 april, zou dan het feest hier op het Stadhuisplein kunnen zijn. 7 jaar is een lange tijd. De laatste trainer die PSV kampioen maakte is Sef Vergoosen. En als geen ander kan hij weten hoe die laatste loodjes zijn. Ja, dat is een heel intens moment, omdat het iets is, voor mij tenminste, waar je een half jaar lang naar uitkijkt. En als het dan zover is, ja, dan is het wel een explosie van vreugde. Dus dat is, ja, blijdschap. Ze hebben mij wel eens gevraagd, was het opluchting? Ik zeg nee, want we hadden zoiets van, nou, die titel die blijft in Eindhoven, punt uit. Maar het was wel blijdschap. En als je dan ziet hoe de supporters genieten, en ook later op weg van Arnhem naar Eindhoven, dat overal op de viaducten en naarmate je dichter bij Eindhoven komt, mensen langs de weg staan, ja, dan maakt het het wel extra mooi. De eerstvolgende wedstrijd van PSV is dus dit weekend al, vrijdagavond thuis tegen Zwolle.